Ja, hier sta ik iedere zaterdagochtend een sigaar te roken in de kou. Want binnen regeert de rookpolitie. Er staat de doodstraf op hier. Maar ik heb op zaterdagochtend mijn hobby morgen. Hè? En mijn vrouw zegt altijd, kun je geen hobby bedenken zaterdagmiddag om 4 uur of zo? Want ik kom vrijdagavond altijd heel laat thuis, omdat we dan een uitzending hebben in Hilversum. En dan om 6:30 loopt de wekker af. En dan stap ik om 7:45 in de auto en dan hobbel ik naar Rotterdam. En dat is altijd wel heerlijk hoor, rustig op de snelweg. En over die Maasboulevard, dan waan ik me een disjockey uit New York. Hè? Want dat vind ik zo indrukwekkend. En dan kom ik hier met mijn platen en mijn cd'tjes. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. En ik merk dus dat heel veel generatiegenoten die ernaar luisteren het ook naar hun zin hebben. En voordat je het weet, doe je het al bijna 1 jaar of 10. En verder is er niks bijzonders aan hoor. Ik draai gewoon cd'tjes uit mijn eigen kast die ik mooi vind. En dat de luisteraars het ook mooi vindt, dat is ontzettend meegenomen. Nee, de huidige generatie mag je niet kwalijk nemen dat ze bijvoorbeeld mijn muziek niet kennen. Kijk, mijn kinderen zijn opgegroeid met mijn kast. Mijn oudste dochter, die is nu 35, en die had op haar 9e de Beatles gehad en op haar 10e was ze bij Bob Dylan. En de huidige generatie die heeft nog nooit van Bob Dylan gehoord. Maar je moet historisch besef hebben. En mijn generatie, die is opgegroeid met de totale popmuziek. Hè? Wij hebben de Beatles zien komen en de Rolling Stones en toen kwam Dylan en alles wat er toen gebeurde hebben we meegemaakt. Dat heeft onze smaak ontwikkeld en dan kom je terecht waar ik nu ben. En heel veel van mijn leeftijdsgenoten die hebben precies hetzelfde meegemaakt en ook een vergelijkbare smaak. Alleen die kunnen nergens meer op de radio die muziek horen, want die muziek wordt doodgezwegen. En ik vind echt dat de radiostations moeten zijn die draaien zoals ze nu doen, want dat blijkt succesvol te zijn en er wordt geld mee verdiend. Maar ik vind het te gek voor woorden dat die oudere jongeren, wat een hele grote groep is, ik heb de kinderen de deur uit, ik heb patiënten in mijn zak, maar een radiostation is er niet, er is geen muziek op tv, ik moet naar Jules Holland op de BBC kijken, dat is het enige programma. In de Schouwburgen heb je alleen maar scheidlollige conferenciers waar ik nog niet om kan glimlachen. In goede band zie je daar niet. Dus wij oudere jongeren, we zitten met geld in ons zak en we kunnen er niks mee. Wij worden gewoon vergeten. En toen heb ik gedacht, ja, dan ga ik het zelf maar doen. Wakker worden met de blues, ontbijten met Americana en een kop sterke koffie met een soul ballad. Tot 12 uur, muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Goedemorgen, Peter Konings zoekt de techniek, Merian Wilkens de productie en Kees Levenburg die coördineert de playlist. En Black Hawk, dat is een geroutineerde country rock band uit Nashville. En 2 leden van die band die spelen ook nog in The Outlaws. De band heeft 2 zangers, Henry Paul en Dave Robbins. En ze hebben een fonkelnieuw album, Brothers of the Southland. Hier is Black Hawk en Brider. There's a brand new sun hanging in the sky today. Je bent met de voorbereiding van zo'n programma bij een dag bezig. Je moet eerst dus de cd's, die moet je dus opzoeken. Je hebt een thema, dan is het country, dan is het blues, dan pak je een artiest eruit. En dan moet je alle informatie van die mensen gaan verzamelen en dat moet je dan een beetje rangschikken. Je moet van al die nummers moet je toch opzoeken wat die mensen allemaal gedaan hebben en bij welke band ze vroeger gespeeld hebben. Dat ben je dag druk mee.
En dat is hobbyisme hoor, dat is een feest. Ik doe dat vaak dus als ik naar al die vreselijke voetbalwedstrijden moet kijken, omdat je op tv erover moet lullen. Dan doe ik het geluid uit, want die commentatoren, dat kan ik wel dromen. En dan doe ik de koptelefoon op en dan luister ik muziek en ik kijk naar tv en ik maak wat aantekeningen. Zo kun je twee dingen tegelijk doen. Hè? Bij Business News Radio in Amsterdam rookte ik altijd gewoon in de studio. Want die hadden ramen in de studio boven en die kon ik openzetten. En ik had daar een nachtprogramma, dat begon om 12 uur 's nachts. En dan werd ik meestal om 1 uur of 1 door de directeur gebeld. En die zei dan alleen, zit je weer te roken? En ik dacht, hoe kan die vent dat zien? Maar dan had ik het raam openstaan en dan hoorde hij een ziekenwagen met sirene door de stad rijden. Dus dan wist hij dat ik zat te roken. Maar hier bij Radio Rijnmond staat daar de doodstraf op. Er wordt hysterisch gereageerd als je hier in de hal een sigaartje opsteekt. Ik zou, als ik hier de baas was, 1 studio voor rokers inrichten. Want programma's zoals ik moet je eigenlijk een sigaar bij roken om helemaal relaxed te zijn. Het moet hier blauw staan van de rook, dat is de blues. Maar als je dat hier doet, dan moeten geloof ik alle werknemers van Rijnmond ontzettend hoesten. En ik heb hier bluesgitarist Robert Vossen en die komt uit Haarlem en die werkt samen met een tweede gitarist en dat is Harold van Dort uit Rotterdam, die beter bekend is als Fat Harry. En die twee die coverden een nummertje van Johnny Copeland en dit is hele mooie nederblues. De Robert Vossen Blues Band, Another Man's Wife. I feel so guilty deep down inside. Het thema van de uitzending, dat moet je niet zien als hogere wiskunde, dat is net hoe mijn pet staat. En als je dus een makkelijk thema hebt, dan heb je wat minder tijd nodig. Dus als je de druk hebt, ben je snel geneigd een makkelijk thema te pakken. Maar de ene keer heb ik zin in 60's, de andere keer in country, dan heb ik een bui, ik wil blues draaien. En de luisteraars zijn er allemaal de dupe van mijn gemoedstoestand. Hè? Maar ik probeer wel zo breed mogelijk te draaien, want ik besef heel goed dat je hebt een doelgroep voor blues en voor country en voor nostalgie. En voor Americana en ik probeer dat ze allemaal een beetje aan bod komen, want je draait natuurlijk niet alleen plaatjes voor jezelf, dat doe je thuis. Hè. Je moet het wel voor de luisteraar doen. En dat heb je altijd dat gezeik, blues en country, dat botst. Als je veel blues draait, dan heb je die cowboys met hatelijke mails. En als je veel country draait, dan gaan die bluesjongens opspelen, want die vinden dat allemaal gezeik. En ik kan het allebei wel waarderen, al is blues de basis van alles. Hè? Mijn liefde is de blues. Ik heb een eenmansbedrijfje en ik doe alles alleen. Dat was ook mijn eis. Ik zou eerst bij een ander radiostation dat gaan doen, maar daar gingen allerlei mensen zich ermee bemoeien. Ik heb vroeger bij Business News Radio, heb ik het jarenlang gedaan. En toen kwam ik in contact met Radio Rijnmond. En met Gods gratie mocht ik het wel doen als ik het gratis deed. Want als je hier geld voor vraagt, dan sta je sneller dan het geluid weer buiten. Maar het is natuurlijk al heel wat dat je zelf je plaatjes mag uitzoeken. Want bij de grote radiostations in Hilversum hebben ze daar een muzieksamensteller voor. Die heeft het uitgevonden. En die heeft een commercieel platform. En die discjockeys die naar buitenuit heel interessant doen en sterren zijn en heel veel geld verdienen, die mogen helemaal niet hun eigen plaatjes uitzoeken. Nou, dan ben je in mijn ogen geen discjockey. Dus als ik mijn eigen plaatjes niet uit mag zoeken, dan zou ze me hier nooit zien. Dus ik heb echt een eenmanszaakje. Ik beslis alles in mijn eentje. En ik zit hier al 9 jaar en ik ken niemand bij Radio Rijnmond. Er zijn 2, 3 mensen waar ik mee te maken heb. En de rest die zie ik op zaterdag nooit. Van dan zit ik hier in een uitgestorven gebouw plaatjes te draaien. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Rita Wilson, All I Had To Do Is Dream. Johnny Lyon was de koning van de cover en natuurlijk nam hij ook een Buddy Holly nummer op. En in 1965 gaan de Jumpin' Jewels verder als de JJ's en die hebben meteen een hit met Bold Headed Woman. En Johnny Lyon wordt soloartiest en die vertaalt het Zweedse lied Vreuken Vreken en dat wordt dan Sofietje en dat heeft hij een top 5 hit mee in Nederland. Maar hier is hij nog als Johnny Lyon en de Jumpin' Jewels met Everyday. Ik heb geen vaste dagen dat ik met het programma bezig ben. Ik probeer altijd zover mogelijk in het voren al wat voor te bereiden, omdat ik nogal een drukke agenda heb. En
dat ik onverwachts weg moet. Dan kom je echt in de problemen. Maar het is niet zo dat bij mij dinsdagavond de plaatjesavond is. Ik doe het er gewoon tussendoor. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld dat ik het zo druk heb dat ik de wekker om 6 uur zet. En dat ik dan om 6 uur in mijn joggingbroek in die cd's zit te trekken, weet je wel. Want het is wel heel leuk om te doen. En ik doe het wel heel serieus. Het is niet zo dat ik wat cd's in een koffer gooi en God zegene de greep, we zien het wel. Nee, het moet wel allemaal goed voorbereid zijn, want anders dan heb ik geen goed gevoel. Iedereen kan iets voor de tv doen. Je hebt alleen een beetje flair nodig en een grote bek en een meninkje. Maar er is geen hogere wiskunde. En zo'n muziekprogrammaatje op de radio, dat houdt helemaal niks in. Want ik ben hier en dan denk ik, ja, wat zal ik deze week eens doen? En ik was eerlijk gezegd deze week van plan om iets met Little Milton te doen. Little Milton, dat is een bluesgitarist uit West Memphis. En West Memphis, dat is een wijk van Memphis aan de andere kant van de Mississippi. Dus dat ligt niet in Tennessee, maar in Arkansas, want dat soort dingen, dat geef ik ook even mee. En dan ga je Little Milton doen en dan ga je voor die kast staan. En dan blijk je ja, zo'n cd of 30, 40 van Little Milton te hebben. En welke idioot heeft nou 40 cd's van Little Milton? Ja, ik. Dus dan ga je zoeken in de Little Milton wat nummertjes eruit. En dan moet je informatie van Little Milton hebben. En dan heb ik hier alle muziekboeken. En dan hobbel ik naar die kast toe hier. En dan heb ik dus ook weer alles. En dan heb je dingen over blues. Hier heb je dan een boek over de alternatieve scene in Austin. En dit is ook een boek over de wat alternatieve bandjes. Maar zo heb je dus ook alles over de blues. En dan denk je, Little Milton. Eens even kijken, waar moet ik die zoeken? Die staat bij de blues. En de blues die staat aan de andere kant van de kast, want hier heb ik alle rock en country. En dan zoek je dat op en dan ga je dus naar je bureau. Dan kijk je nog even in het grote top 40 boek of Little Milton ook hits gehad heeft, maar gelukkig heeft hij geen hits gehad, dus dan zal het wel goede muziek zijn. En dan kijk je nog even op je computer of er nog ontwikkelingen zijn met Little Milton. En die zijn er, want hij heeft een beroerte gehad en Little Milton is overleden. En dat soort foutjes moet je dus nooit maken, want je hebt een prachtige collectie van Little Milton. Je hebt allerlei boeken over blues. En wanneer je dan een verhaaltje vertelt op de radio en de man blijkt gisteren te zijn overleden, dan sta je geweldig voor Jan met de korte achternaam. Want er zijn altijd 10 luisteraars die het weten en die zijn genadeloos. Face of an angel. Pretty eyes that shine. I lie awake at night wishing you were mine. I'm standing here holding. Dit programma maak je voor freaks. Heel veel mensen die naar mij luisteren weten er meer van dan ik. Je krijgt ook mensen die sturen mailtjes met artiesten. Ken je die wel en ken je die wel? Vaak ken ik ze wel, vaak heb ik ze ook wel. Maar ook vaak heb ik er nog nooit van gehoord. En dan ga ik ze opzoeken en dan denk ik, ja, die mensen zitten heel diep in de muziek als je die artiesten kent. En zo houd je elkaar een beetje wakker. Je hebt ook vaak mensen die reageren heel spontaan als je een bepaalde artiest draait. Van die hebben ze nog nooit op de radio gehoord. Dan vinden ze dan ontzettend leuk dat ik ze een keer draai. En zo ben je met je luisteraars een soort één grote muziekfamilie. Weet je wel, er is een soort verbondenheid. De muziek, die bind je aan elkaar. En dat is ontzettend leuk om te doen. Ik kan de hele dag wel over muziek lullen. En ik erger me 's ochtends al een ongeluk. We hebben hier, waar ik woon, geen Albert Heijn, maar ik moet naar de Jumbo. En dan sta je 's ochtends om 8 uur, sta je net wakker bij de Jumbo. En dan staat er al zo'n fris geschoren meneer achter je in de rij bij de kassa. En die roept dan, en meneer Deze, die wordt de kampioen. En dan zeg ik tegen zijn man, meneer, het interesseert me geen reet. En dan vindt die man je ontzettend arrogante man. Maar het interesseert me echt geen reet, weet je. Want als die man nou zegt van, goh meneer Deze, ik heb een nieuwe cd van Matt Anderson. En dan zeg ik, hé, waar heb je die gekocht? En laat eens horen.
dan heb je meteen wat te praten, weet je wel. Muziek. Muziek schept zo'n band, dat zou ik voor geen goud willen missen. Als je met iemand aan de praat komt over muziek, is de avond zo om. De Robert Vossen Blues Band, Under the Man's Wife. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen bij Radio Rijnmond. We zijn er iedere zaterdagochtend live van 9 tot 12. En we zijn gespecialiseerd in muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Peter Kornis deed de techniek, Mirjam Wilkens de productie en Kees Levenburg die coördineerde de playlist. En die playlist krijgt hij thuisgestuurd wanneer u even een mailtje stuurt naar derksenapenstaartje@rijnmond.nl. We gaan eruit met Joe Turner, T-Bone Walker en Otis Spann. En dat is een garantie voor goede blues. Ze maakten samen het album Super Black Blues en het nummer heet Paris Blues. Doe ik het goed? Ja. Oké, dankjewel. Ik ben altijd een beetje bang voor Mirjam. En met alle reden hoor. Pleurswijf. Heb je dat? Stond hij aan? Heb je dat? Ha 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 ha!